Van nou, mijn belangrijkste thema is ongelijkheid. En waarom vind ik dat belangrijk? Omdat de thema's van toen ik jonger was eigenlijk nog steeds actueel uh, zijn. Zeker als we nu kijken uh, naar de hoge inflatie. En, uh, inflatie is een ingewikkeld woord, maar het betekent eigenlijk gewoon... dat je steeds meer geld kwijt bent voor je boodschappen, je energie. Dat kost onze maandsalaris, dat is echt mega Steeds minder mensen zijn die gewoon rond kunnen komen van een normale baan. Daarom reageerde ik ook vrij heftig op jou als het gaat over die bagageafhandelaars. Ja, maar Ik vind ook dat mensen daarvan rond moeten kunnen komen. Zeker, maar ik vind dat dus niet normaal en toch accepteren we dat blijkbaar wel in ons land. En ik denk dat we daar wat aan kunnen doen door de energieprijzen te compenseren, eh, met een heel fors eh, brood op de plank pakket eh, te komen, de huren te bevriezen, etc. Dat gaat onder uw leiding.